als we de regering en de uitgelekte brief mogen geloven, kunnen we de komende tijd evenementen wel op onze bolle quarantainebuik schrijven. En ons spaargeld door de gootsteen smijten. Pak mijn geld om! Maar dan gaan we niet bij stilstaan. Nee. Ik zeg altijd fake it till you make it. En met deze lach... maak ik mezelf vanzelf weer vrolijk. Dus ik kan me lang genoeg volhouden. We gaan iets leuks doen. We gaan chocolate chip cookies maken. Want wie wordt er nou niet vrolijk van chocolate chip cookies? En die kan je dan lekker huilend op je bank eten. Of aan vrienden geven die een steuntje in de rug nodig hebben. Of lekker invriezen voor jezelf, want dan heb je er meer. Oké, let's go! All girls. We pakken gewoon een receptje van Martha Stewart, want ik heb allemaal zelf nieuwe zinnen. Deze is tried and tested door mij. Dus ik zet wel een link onderin of zoiets. Dit heb je nodig. Boter, roomboter, want we willen gewoon lekker vet worden in quarantaine. Oké, we zijn er weer. Chocola. Zout in een potje. Nee, gewoon zout. Druilrijs en bakmeel. Suiker. Vanille-extract poeder of vanille-aroma. Baking soda. 2 large eggs. En bastardsuiker kan ook lichte bastardsuiker zijn. All girls. Boter erin. Bastardsuiker. Kristalsuiker. Mixen. Wee. Een beetje voorzichtig doen, hè. Naar beneden. Nou denk je, is het al klaar? Nee, je moet langer doorroeren. Mixen, harderen. We zijn er bijna. Eén keer naar beneden. Kijken of die goed is. Het moet een soort van een homogene massa zijn. Het wordt natuurlijk nooit helemaal perfect. Ik denk dat dit hem wel is. Oké, let's move on. Schepje zout. Schepje vanille. 2 schepjes. En 1 voor 1 de eieren erin. 2 eieren, 1 voor 1 erin. Kijken of je geen schilletjes erin hebt. Nee. Tweede ei. Met 1 hand. Even mijn handen afwassen. Keep washing those hands, people. Baking with Miami. Bloem. Erin. En een halve theelepel baking soda. Oké, eerst even met deze een beetje. Want anders wordt je hele huis een soort van Tony Montana Scarface-achtige cocaïneberg. Is dit niet een beetje veel? Dit wordt toch nooit 1 homogene massa? Nou... ladies and gentlemen, dat wordt het wel. Oké. Voorzichtig. Oké. Don't overmix staat altijd overal, dus we doen even. Even het laatste beetje van de lepels af die dadelijk kan aflikken. Dan doen we het laatste beetje. Met de hand. Er zat onderin nog een pissie. Oh, dit is weer bij de ASMR. Twee cups chocolate chips. Echt ziekelijk veel chocolate, bro. Nou, fold them gently in. Een
miljoen chocoladestukjes. Dit is ook een soort workout, hè? Ga je het daarna weer opeten? Heb je al een workout gehad? Dit is ook super lekker trouwens om zo te eten. We laten het één dag in de koelkast staan. Dan kan het lekker opstijven en dan worden daarna je chocolate chip cookies nog veel lekkerder. Nog veel lekkerder. Mm. Preach, girl. Preach. Sharing is caring. Mm. Oh, girls. Het is de volgende ochtend, dus we gaan de koekjes bakken. Yeah, good morning. Verwarm je oven voor op 175 graden, eigenlijk 180, maar dat kan niet met die van mij. Oh. Yes. Het is handig om een ijslepel te pakken om balletjes te maken, want dan heb je altijd precies even groot balletjes. Zoiets. Maak je er een balletje van. Een balletje. Dan leg je die op de bakplaat. En dan doe je er 9 op een bakplaat, want anders raken ze elkaar aan en liggen ze tegen elkaar. Doe de koekjes in de oven. Wat je nog over hebt, kan je ook invriezen. Dus ik ga er nou bolletjes van maken en dan doe ik die in de vriezer om een andere keer te bakken. Mm. De eerste batch koekjes is uit de oven. Look at them, they are so pretty. Mm. Wel het geurvideo binnenkort available is, want dan kan je dit ruiken. En dan heb je uiteindelijk je hele keuken vol staan met koekjes. Nou, dat waren de koekjes van Martha Stewart. Laat maar weten wat je volgende keer wil zien. Hieronder in de comments. Doei! All girls, all girls, all girls. We willen gewoon lekker vet worden in de kantine.